Uithangen, daar weet ik eigenlijk alles van. Ik heb thuis al een paar mooie kunstwerken van hem hangen. Maar hij beschildert niet alleen doeken, ook vazen, t-shirts, hotelkamers. En zelfs auto's krijgen een echte Ruud de Wild handtekening. Om ons een kijkje te geven in zijn kunstzinnige wereld, komt er een autobiografie uit, genaamd, jawel, hoe kan het ook anders, Ruud de Wild. Ik had wel met schilderen omdat het een creatief vak is. Er wordt wel sneller afgerekend op de BN'er die ze gaan schilderen. Dat heb ik heel lang lastig gevonden. Als je aan Ruud denkt, dan denk je nog altijd eerder aan een plaatjesdraaier dan aan een beeldend kunstenaar. Toch is de discjockey op eredivisieniveau al vanaf zijn 20ste jaar druk bezig met deze andere grote passie. De rode draad in mijn leven is muziek en iets proberen te maken. Nou, dat lukt aan de ene kant heel goed. Ik ben ook een ster in een puinhoop van dingen maken. En ik denk dat de gulden middenweg is waar ik nu gekomen ben. En dat past heel goed bij elkaar, want radio is extravert en kunst is introvert. Is there a time for keeping your head down? Mijn eerste echte doek gemaakt met een spons. Kunstwerken hoor je niet, daar kijk je naar. Maar Ruud zou Ruud niet zijn als de DJ er niet gewoon, jawel, wat songteksten overheen gooit. En dat spreekt heel wat muzikanten aan. Ja, ik ken heel veel bekende muzikanten die mijn werk hebben. Alleen, ik mag dat niet zeggen, want ik vind de doek die ik heb verkocht, daar betalen mensen geld voor. En dat vind ik niet netjes. Ik wil wel over de grens en wel wereldberoemd, dat wel. Muzikale vader en een kunstzinnige man. Het thuisfront is maar wat trots op de part-time huismus. En meer nog omdat het gezinnetje de Wild de hoofdmoot is in bijna al zijn werk. De eerste vraag van je zoon die er toe doet, weet je, dat zijn allemaal dingen die je meeneemt. Maar het is niet zo dat ik dan schilderen ben. Dat zo is niet. Maar het is wel zo dat mijn kinderen nu al meekliederen hier. Niet bij mij doe ik hoor, want dan moeten ze met de poten vanaf blijven. Van keuzes maken wil de plaatjesdraaiende beeldend kunstenaar niks weten. Ruud is in de art scene net pas lekker bezig naam te maken. Sterker nog, de Big Apple is calling. Daar ben ik wel echt trots op, ja. Want daar word je inderdaad niet afgerekend op mannetje van de radio met zijn grote bek. Stoer, ja. Hè? Echt ontzettend stoer. Het mannetje van de radio, Ruud de Wild. Ik mag namens Ruud jou het allereerste exemplaar overhandigen. Omdat jullie een hele bijzondere band hebben. Ja. Hij heeft er wat moois in geschreven voor je. Wat lief, hè? Wat te gek. Oh, dit is inderdaad heel erg lief. Ja, dat komt, denk ik. Hij zegt, je praat altijd zo fantastisch over mijn werk. Nou, dat is ook zo. Hij heeft namelijk ooit het geboortekaartje voor mijn zoon gemaakt, geschilderd. En daar heeft hij eigenlijk, hier zie je het, waarmee zijn wiegjes staan, daar zie je de coördinaties van. En zijn naam natuurlijk. En dan werkt hij altijd met songteksten. Nou weet iedereen waar je woont, hè? Ja, dan moet je dat even gaan opzoeken. Maar dat weet ze toch wel. Het staat op Funda, ze toch vooral. Dus dat maakt niet meer uit. Maar normaal werkte ik met songteksten. Alleen ik kwam maar via Fortune Cookie achter dat ik zwanger was. En daar stond op, the joy of a young person will be shared with you. En toen bleek ik zwanger te zijn. Dus die tekst staat op dat geboortekaartje. Toen ben je daarna gelijk een test gaan doen. Ja, ik zat in L.A. en toen ben ik gelijk een test gaan doen. En toen bleek ik zwanger te zijn. Dus fantastisch. Ik heb hele goede herinneringen aan Ruud en aan zijn werk. En ik vind het een echte kunstenaar. Dus leuk. Daar heeft hij eigenlijk een hekel aan dat woord. Ja, hij heeft het een beetje grachtig geworden. Hij noemt zichzelf dan ook liever graficus. Ja. Maar dit is het tweede boek wat hij heeft uitgebracht. Hij heeft er ooit eentje eerder uitgebracht. Maar dat was hij achteraf toch niet zo heel blij mee. Want hij vond het allemaal een beetje rommelig. En daarom heeft hij ook lang gewacht voordat die deze. Maar door de documentaire die over hem gemaakt wordt, heeft hij zoiets van, nou, ik vond het eigenlijk wel weer een mooie gelegenheid. Het is een beetje door de jaren heen zijn ontwikkeling. De verhalen, persoonlijke verhalen bij de schilderijen die hij maakt. Het is echt, ik heb het even doorgebladerd. Het is echt wel een interessant boek. Want vaak als je een kunstwerk ziet, denk je toch van, ja, songtekst en daar moet je wat mee hebben. Maar ik vind het wel heel bijzonder om wat nou zijn gedachten bij het maken van het schilderij waren. En dat is leuk als je het leest. Raakt het je of raakt het je niet? Weet je, ja, het is heel persoonlijk. Je krijgt altijd zin om die liedjes weer te gaan luisteren. Als je ze schilderij zet. Dat heb jij dan weer. Ja, dat vind leuk. Ik nou, dan kan je mooi naar de radio luisteren. Het is hij weer op. Ja. Een schotcirkel. Nou, hartstikke leuk. Zometeen. Het is officieel.